Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Find the Creator. We praten nog steeds over de Sopropon. Ik ben namelijk geweest in de kassen van Ron van Zwet. In het vorige deel hebben we al gezien hoe Ron in zijn kassen duizenden kilo's aan Sopropon verbouwt. Maar nu komen we eigenlijk op het punt waar het om gaat. Leuk die Sopropon, maar wat mag die Sopropon nou eigenlijk kosten? We kennen Ron allemaal wel van dit filmpje. Ik ben namelijk hier in Almere buiten en ik sta in de kassen van Ron van Zwet. We kennen hem allemaal wel van dit filmpje. Ron van Zwet, Ron van onze volkstuin uit Almere. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je bent. Ja, ik zeg het al, 5000 vierkante meter van deze mooie plantjes. Ja, waarom? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat ik met onze volkstuin veel Surinaamse klanten heb. En die kweken dit ook al. En het is eigenlijk wel een product wat een nieuw product aan het worden is. En wij vinden dat ook de Hollandse mensen ze moeten gaan eten. En zijn het avontuur aangegaan om sopropon te gaan kweken. Nou goed, nou wil ik niet iemands boterham wegnemen. Oké. Want ik snap dat iedereen zijn geld moet verdienen. Maar er is daadwerkelijk iets aan de hand. Want hoe kan het zijn dat we van 6, 7, 8 kilo, 8 euro per kilo voor een sopropon, ja... Voor december. Zijn gegaan naar 13, 15 tot 20 kilo per 20 euro per kilo. Wie strijkt het geld nou op? Waar komt die prijsstijging nou plotseling vandaan? Want dat maakt me heel erg boos. Kijk, I'm okay, I'm good. Maar niet iedereen heeft het even breed. Want noem me één product. Alsjeblieft, noem me één product. Waarvan je weet dat de prijs met 100% is gestegen binnen een korte periode. Noem maar één product waarvan je gisteren 1 euro betaalde en een paar maanden later is het nu plotseling 2 euro. Zelfs olie is niet stijgt niet zo. Zelfs olie gaat niet zo omhoog naar beneden, maar die Surinaamse plotseling wel. Wel, Ron van Zwet heeft een goede weg ingeslagen om ons kwalitatieve goede sopropon te leveren op Nederlandse bodem. En daarom heb ik deze serie opgenomen. We gaan kijken naar deel 2 met het interview met Ron van Zwet. Oké, geweldig joh. Ja, dit is echt super tof. Dit is echt heel erg tof. Ik heb het al een beetje gezien. Oh, Bitawiri. Kijk, we gaan even kijken naar de Bitawiri. En de Bitawiri groeit anders. Daar eet je het blad van. Daar eet je het blad van. Die groeit mooi onder de grond. Oh, dat wist jij wel als voetlogger. Jawel, natuurlijk. De Bitawiri kennen we. Ik maak het zelf niet echt vaak klaar. Haast nooit eigenlijk. Maar dit groeit ook gewoon hier. Oh, ik zie ook een peper, een aantal pepers hier. Kijk. Een aantal pepers hier groeien. Heel mooi. Heel mooi. En de sprinkelinstallatie gaat aan. Dat is heel fijn. En wat is dit? Dat is onze biologische bestrijding. Biologische bestrijding. De gewassen kunnen last krijgen van luis. Ja. Dus wij hangen natuurlijke vijanden op tegen luis. Dus okay. Er zit een kokertje waar sluipwespen in zitten. Ja. En die vliegen hieruit en die gaan op zoek naar luis. Okay. Want dat is hun eten. Ja. Dus dan vliegen ze door die kas en dan ruiken ze waar de luis zit. En dan gaan ze naartoe, prikken ze een gaatje erin. Ja. Nou, eten hem leeg of leggen een eitje erin. Luis weg, nieuwe sluipwesp. Dat is de natuur. Dat is de natuur. Oh! Over natuur gesproken, ik zie in mijn ogen nog iets. Ik pak even deze. Moet je kijken, joh. Sorry hoor. Ik doe heel dapper, maar jullie weten dat ik eigenlijk heel bang ben. Oh, er komt eentje aan, staat eentje komt thuis. Moet je kijken, joh. Kijk. Dit is... Hommels. Dit zijn hommels. Ja. Oké. En hommels doen hetzelfde als bijen. Ja? En ook bestuiven. Ja? Dus ik begin altijd met hommels voor de bestuiving. En vanaf morgen krijg ik hier echte bijen voor de bestuiving. Die zijn wat kleiner. Kijk, en kijk goed naar de pootjes, onder de pootjes, onder de pootjes. Die gele bolletjes. Gele bolletjes. Onder, achter onze vleugels, honing. Is dit gewoon honing? Oh, wow. Straks komt er eentje aanvliegen, dan moet je naar zijn achterpootjes kijken. Ja, even kijken of je het mooi kunt zien. Je ziet hem nog voordat het hokje zit. Kijk, en nu zitten ze ervoor, want het is heel warm, hè? Ja. Hommels vinden het te warm. Ze zijn aan het vliegen om te koelen. En ze koelen het nest.
Ze koelen het nest af. Dit is echt de natuur. Oké. Dit is bijzonder. Ja, meestal als ik het hier ren ik heel hard weg, maar hier voel ik me veilig. Er zijn eigenlijk dit de harde werkers van de kas. Ja. Wat is voor jou nou een gevaar voor de oogst? Wat? Is er echt een groot gevaar hier, echt een groot risico wat je loopt? Volgens mij is het risico budget. Is dat ik mijn producten niet kwijtraak. Nee, dat gaan we. Dat is een probleem dat hoort tot het verleden. Ja. Soms, stel dat mijn bijen, het is natuurlijk heel moeilijk te controleren of de bijen hun werk goed doen. Ja. Ik zie dat eigenlijk pas na een paar weken, als die vruchten niet uitgroeien. Oké. En ja, ook in bijen kunnen een ziekte komen of ze kunnen lui worden of, nou, bedenk het maar. Dus daar zit een stuk risico in. Oké. Dus dat is elke dag monitoren, kijken of ze goed vliegen, of ze die stuifmeel aan de pootjes hebben. Ja. Andere ziektes, ik kan ineens 100.000 luis binnenkrijgen. En dan werken mijn sluipwespen niet hard genoeg. Nee. Dus biologische stelen hebben echt wel een risico in zich om of het goed gaat. Oké. En wat kan je zeggen over de prijs als ik bij jou een kilo sopropo mag kopen? Wat kost het me dan? Ja. Oké, Ron. Maar hoeveel mag je sopropo van biologische afkomst dan kosten? Vertel me. Nou, wij gaan in principe uit van tot Surinamers op dit moment nog niet de belevenis hebben met biologisch. Daar hebben ze niet extra waarde aan toegevoegd. Ja. Dus wij houden het op een normale schappelijke prijs. Wij zeggen nu, wat ik ook echt nodig heb, is 6 euro voor een kilo sopropo. 6 euro, oké. Okay. Mm-hmm. Je hebt het gehoord, 6 euro per kilo. Mm-hmm. Charingue. En dat zeg je omdat onder de Surinamers nog niet echt de waarde vindt biologisch. Dus dan ga je een klein beetje inleveren als boer. Maar wat vind je een schappelijke prijs dan op een gegeven moment? Ja, dat is ook weer een beetje dubbel. Ik ga ervaring doen met sopropo kweken. Ja. Dus ik hoop dat ik volgend jaar in plaats van die 20.000 kilo, 22.000 kilo kan plukken. Dan zit daar mijn stukje extra in. Oké, ja, want je hebt de ruimte ervoor. Ja. En ja, ook de maximum aan die 6 euro, dat is wel een maximum wat je kan vragen, vind ik, voor een sopropo. Oké, maar als we een klein beetje kritisch mogen zijn, en kijk, ik sta direct met jou, ik heb je familiebedrijf gezien, en of je nou 6 euro of 3.000 euro voor vraagt, ja, iedereen bepaalt zijn eigen prijs, maar wat vind je eigenlijk van die prijzen, hoe noem je dit, de prijzenoorlog momenteel? Ben je van dat op de hoogte principe, wat er gebeurt op de markt? Ja, 20 euro is niks. Ja. Maar dat is een beetje vraag en aanbod. Ja. Kijk, ik denk als ik zou zeggen over een maand van, en er komen nog steeds geen sopropo's uit Suriname, ik vraag een tientje, dat mensen ook zeggen van, wel duur, maar doe maar. Maar dat willen wij bewust niet doen. Ik ben nog een jong bedrijf, was het tweede jaar, ik wil heel graag een klantengroep om mij heen verzamelen, die zeggen van, nou, nu help jij ons door geen tientje te vragen, straks volgend jaar of de jaren erop. Ja. Als het misschien de handel bij de markt 3 euro kost, komen we toch naar jou toe. Om dan ook die 6 euro of die 5 euro te betalen. Ja. Dat is eigenlijk wat ik voorstel, wat je met elkaar moet doen. En ik wil het je echt. En daarom, ik ben vanochtend op pad gegaan met een missie. Om de kans te krijgen om persoonlijk met je te spreken. Ja. Maar ik hoef eigenlijk niet te zeggen wat ik wil zeggen, want ik hoor al wat voor soort ondernemer je bent. Ja. En het gaat in ieder geval, als het fout gaat wat betreft die woekerprijzen, gaat het niet hier fout. Nee. Het gaat niet hier fout, mensen. Dat hebben we al gehoord. Alleen is het wel eens zo lastig. Stel dat het natuurlijk zo duur blijft, krijg ik straks heel veel handelaren bij mij op het rijk die zeggen, ja, doe mij maar 20 kilo. Ja. En dan ben ik op een gegeven moment door mijn sopropo heen. En dan kan de gewone consument. Dus dat is wel een spelletje dat ik door moet hebben. Ja, dus misschien gaan wij wel gelimiteerd uitgeven. Dat komt helemaal goed. Ja. Met die roos had je ook misschien hetzelfde probleem. Ja, snap zeker. Je? Dus dat is niet anders. Uiteindelijk heb je een winkel hiervoor ook, zag ik. Ja. Waar mensen gewoon ook van de telers zelf van, of alleen voor jezelf? Ja, daar verkoop ik deze groenten. Oké, dus je kan ook gewoon hier naartoe komen om deze boer lokaal te ondersteunen. Ja. En wat we uiteindelijk op de markt vinden, is wat we op de markt vinden. Meer kan ik er niet aan toevoegen. Meestal. Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview. Graag gedaan. Dit was echt, echt voortreffelijk. En we gaan je helpen om je product in Nederland hier aan de man te krijgen. Want een biologisch getilde sopropo, onder een tientje, laten we het even zo noemen, is ongekend. Ja. Dankjewel. Ja. Bye bye, mensen. Tot ik ga even het filmpje afsluiten ook zelf. Ja, dit was een geweldig interview met Ron van Zwet.
Hier in Almere. Ja, ik wil er eigenlijk niet te veel aan toevoegen. Jullie hebben het gezien. Dit is de werkelijkheid. Dus wanneer ik praat op mijn kanaal, op mijn platform over weet wat je doet, weet wat je koopt, hoe geef je je geld uit. Stel jezelf ook niet bloot aan mensen die niet nadenken over jouw portemonnee. Ga misschien wat verder weg van huis zoeken naar die goede groentes en die gezonde dingen. En wees ook niet snel in je beslissingen. Want als meneer Ron hier voor 6 euro, of laten we zeggen max een tientje, zo'n sopropo wil verkopen, waarom zou ik letterlijk het dubbele moeten betalen op de markt en een sopropo die niet biologisch is geteeld? Stop de onzin. I rest my case. We hebben deze hele serie het gehad over de sopropo, die nu ook op Nederlandse bodem wordt verbouwd. Ik leg de keuze aan jullie voor. Wil je een sopropo? Ja, die in de Surinaamse zon is gekweekt, maar waarvan de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd, want daarom mogen ze niet meer worden geïmporteerd zonder certificaat. Er is de wet en regelgeving om een goede vrucht te creëren. Mensen, met alle respect voor mijn kondremangs, maar mensen hebben niet de belangen die belangrijk zijn voor jou en mij. Want als ze zien dat hun oogst wordt aangevallen door een insect, wordt het plat gespoten met pesticiden. En diezelfde sopropo zitten we te vreten met zoutvlees. Stop de onzin. Wat bij mij omgaat is de kwaliteit van mijn leven en de voeding die ik in mijn mond stop. Het moet goed zijn. Dus waarom ga ik vechten voor een dure sopropo van Suriname, terwijl een biologische versie op Nederlandse bodem wordt gekweekt, dat wel eens in een kas. I don't care. Want hetzelfde smaakt. En ook al wordt het niet van Nederlandse bodem, is het niet van Nederlandse bodem. Ik ga niet een sopropo willen eten meer, die 9000 kilometer is aangevlogen. Sorry. Nee. We zitten in zoveel crisis in momenteel. En een milieucrisis ook. Ik hoef mijn sopropo niet van zo ver. 3000 kilometer is voldoende. Indonesië, het maakt me uit om een sopropo vandaan komt. Als ik eerlijk zeg. Zolang het goed is. En ik heb nu een alternatief. Biologische sopropo van Ron van Zwet. Ik ben toch gek als ik dat niet ga kopen. Terwijl dit video nu online komt, mensen, de oogsttijd is al aan de gang. Hè? Dus je kan nu die sopropos gewoon gaan halen. En die sopropos die je waarschijnlijk gisteren gegeten hebt, die is al van Nederlandse bodem. Ze zijn iets korter, ze zijn iets lichter. Ze smaken hetzelfde. Ik wil iedereen bedanken die onderdeel is geweest van deze serie. Ja. Mevrouw Dors, oom Guno en tante Rinja. Ron van Zwet zelf. De hele familie van Zwet wil ik eigenlijk bedanken. Ik bedank mezelf, ja, want ik heb er veel van geleerd ook. Maar bedankt voor het kijken en deel deze serie met mensen waarvan je denkt, weet je wat? We moeten elkaar blijven scherpen, we hebben elkaar nodig om vooruit te kunnen komen. En als die marktkooplui en mensen in de winkels letterlijk ons willen bestelen, dan gaan we zeggen nee. Ik ga naar de markt, ik ga naar de supermarkt en ik vraag vanaf nu naar Nederlandse sopropo van Nederlandse bodem. Laten we kijken hoe ze gaan reageren. Ja? Mensen, bedankt voor het kijken. Heb je een idee voor een leuke vervolgserie? Over een andere Surinaamse groente of iets heel wat anders waarvan je denkt, Frank de Creator, ga even dik in die tori. Want hoe zit dat? Vertel het me, laat het in de comments achter in een berichtje. En dan ga ik kijken wat ik ermee kan doen. Dit was echt leuk. Ja, nogmaals bedankt voor het kijken. En we gaan eigenlijk elkaar zien weer in het volgende videootje. Dus bedankt. De Sopropos-serie is klaar. En we zijn een stukje slimmer en wijzer geworden. Goodbye. Find the Creator. Ha!